Lieselotte heeft vandaag afgesproken met Harm, want naast de grote keuze uit vormen en matenbanken is er op het gebied van stoffen ook steeds meer te kiezen. We hebben het afgelopen afleveringen gehad over tafels, over verschillende soorten banken. En ik wil het vandaag hebben over stoffen. Want er zijn heel veel verschillende soorten, toch? Ja, klopt. Er zijn meer dan 200 verschillende stofsoorten. Ja, je kan dan denken aan een vleugstof, een patroonstof, ja, wat landelijke uitstraling, weefstof. Ja, dat is heel veel mogelijk. Ja, want als we kijken bijvoorbeeld naar nu, wat is dan echt een beetje populair? Je ziet heel veel grove stoffen, maar dan eigenlijk echt met een natuurlijke uitstraling en lichte aardetinten erin. Ik zelf persoonlijk hou een beetje van donker. Aan welke stoffen kan ik dan denken? Ja, als je het donker combineert met chic, dan kun je eigenlijk het beste gaan voor een vleugstof. Oké, en wat is een vleugstof? Dan kun je eigenlijk hier mooi op het kussen zien. Het ligt net aan hoe je erop kijkt, dan zie je de kleur veranderen. Oké. De stof die vleugt dan, zal ik maar zeggen. Zie je het verschil? Ja, wat grappig. Weer wat geleerd. Ja, ja. Je kan ook zeggen van ik pak een beetje natural look. En dan doe je met styling, met je kussens, kleed je de bank aan met kleur. Want als je dan in de herfst iets anders wil, of in het voorjaar, dan verander je even je kussens en je hebt een hele andere uitstraling. Hey, en jij zelf, waar gaat jouw voorkeur naar uit? Ja, ik vind eigenlijk een landelijke uitstraling wel heel mooi. En dan in combinatie met die aardetinten, zoals deze bank bijvoorbeeld met de kussens. De rugkussens kun je eigenlijk ook helemaal personaliseren. Je kan er kiezen eigenlijk voor een ruit op het kussen. Ja, dan is hij wat stoerder. Mm-hmm. Dan kun je het kussen eventueel draaien. Ja. Dan kun je hem ook met de andere kant helemaal vlak krijgen. Wat nog meer kan, is je kan eventueel kapiton erop krijgen. Dat is eigenlijk een knoop hier en hier. Dan heb je wat landelijke uitstraling. En mooi, ik vind die combinatie zo vind ik in principe ook wel grappig. Ja, je kan hem gewoon neerzetten zoals je wil. En zowel de kleine kussentjes als de grote kussens, die kun je ook weer helemaal personaliseren met stoffen en kleuren die je zelf wilt. Ja, die kun je weer aan alle stoffen krijgen. Ik zal de stof er even bij pakken. Oké. Okay. Ja, en daarin kun je dan zelf kijken van, hey, wat vind ik mooi, wat past hierbij? Want dat is voor ons nu heel leuk, maar stel je voor je bent aan het kijken, dan denk je, ja, ik kan dat nu niet zien. Nee, snap ik. Er zijn meer dan 100 verkooppunten door heel Nederland. Ja, en daar kun je je stof bekijken en dan helpen ze je bank persoonlijk samen te stellen. De nieuwe ronde eettafel heeft Laura zelf samengesteld. Ze heeft een zwart metalen onderstel uitgekozen en een rustiek houten blad. De eetstoelen hebben dezelfde luxe zandkleur die hetzelfde is als de bank. Dan kunnen ze heerlijk tafelen met een wijntje erbij. Shake your arm, then use your palm. Stay on the scene. Zoals je ziet is dit een vrij hoekige ruimte. En omdat we doorbreken heb ik gekozen voor een ronde tafel. En zo ontstaat er dus ook veel meer ruimte voor een leuk zithoekje voorzien. En als hij het even zat is, kan hij er lekker bij komen zitten. In het hele interieur komen alle kleuren samen. En een grote wens van Lois en Dave was een modern klassiek interieur. Deze tafel heb ik helemaal zelf samengesteld. Het blad heeft een moderne uitstraling en het onderstel een klassieke. Laura, wat is het ontzettend gaaf geworden. Ja. Ja. Mooi geworden, hè? Ja. Yeah.